telefoongesprek met meneer onderbroken worden. Ja, en dat leent Timo wel, want dat heb je dan. En bij, ja, ja, misschien is deze er van ik ook. Ja, maar je hebt een iPhone. Je kan ermee naar Mars als je wil. Nee, maar ik kan met dat ding alles. De tijd verder uit. Alleen bellen is soms wat lastig, want bereik is niet overal ideaal. En internet ook niet. Maar hij kan heel leuk de doodle jumpen. Ach, dat is het meest. Nou, één van de meest verslavende spellen van dat ding. Doodle jump. Ja, ik nodig bij deze ook ieder jaar jullie hebben. Heb jij zo'n ding? Ik heb een iPhone. Oh, nee, niet dat het. Alles zegt eigenlijk jongens een iPhone. Ja, ja, zo is het. Ja. Dan kunnen wij doen. Heb je Doodle Jump? Nee, ik heb alleen patience. Maar. Wel. Hé, dat is een heel spel. Ja, ik het laatste spel ontdekt volgens mij als ik dat ooit. Dat is echt sterk. Nee, dan moet je. Heb je allemaal vakjes en dan moet je raden. En als je een bommetje dan ontploft hij meer. Mijn mindspeed. Maar mijn veger. Zo, dat is. Ja, dat is helemaal. Ja. Volgens mij wil je maar wat gaan. Want het is natuurlijk een hele prestigieuze job, hè, als je president van Europa kan worden. Ja, het lijkt meer dan het is voor veel mensen, want ja, je bent toch eigenlijk een soort secretaris. En ze zoeken iemand die niet heel omstreden is, die niet echt een eigen mening heeft. Dat zit je goed, hè? Fijn je boven in. Dat is de laatste foto van hem. Die is op nul geplaatst, omdat hij aan het voetballen is. Althans, hij probeert een bal weg te trappen. Het gaat elke keer mis als hij dit doet. Ja, je ziet gewoon één foto, maar aan de manier waarop hij die bal trapt, een auto hark, jongen. Ja, maar dat hoort bij een premier, vind ik. Dat hoort niet een heel atletisch type zijn. Nou, weet je, jouw bel aan wel een hondbal gedaan worden. Ja, precies. Of Rita Verdonk ziet er als kippieballen, maar... Nou, wil jij Rita Verdonk niet met het premierschap in? Nee, ja, maar nou, of politici, maar die bal kennen stond daar als een man praten met zo'n bal ook niet kan maken. Nou, ik ben dus ook niet. Ik ben ook wel gewoon. Ik was rond de steekpartij in Delft eerst deze week. En toen nog van 16 jaar toen verwond, maar dat was net. Of nou ja, net, dat steek was wel echt, maar het was in Schengen gezet. De jongen die zat met vrienden in een parkje, toen werd hij eens in zijn buik gestoken.